meneer Baudet. Dank u wel. Interruptie. Ja, de minister begon zijn verhaal met een verwijzing naar een debat over weerbaarheid. Of wat maakt Nederland sterker? Nou, volgens mij, we willen allemaal dat Nederland sterker is. We verschillen alleen over meningen hoe we dat bereiken. Hoe maken we nou Nederland sterker? Is dat linksom of rechtsom? Is het door dit te doen of dat te doen? En mijn laatste interruptie richting de indiener had precies ook betrekking op dit punt. Namelijk, de indiener is een tegenstander van de EU. Ik ben dat toevallig ook. Maar het punt van het referendum is volgens mij niet of je voor of tegen de EU bent, maar of je het aan de bevolking wil voorleggen. Dus als de minister in zijn advies zegt, ja, nee, maar Nexit is heel onverstandig en daarom is dit wetsvoorstel onverstandig, ja, dat gaat volgens mij niet op. De minister kan van mening zijn dat Nexit onverstandig is. Dat is een goed recht, dat is prima. Maar waarom zouden we dat dan niet in een referendum alsnog aan de bevolking voorleggen? Waarom zou de bevolking daar niet in laatste instantie over mogen stemmen? En als het waar is dat de Britten nu niet meer Brexit zouden willen, dan zou de Nederlandse bevolking daarvan kunnen leren en zou de Nederlandse bevolking kunnen zeggen, nee, we willen wel in de EU blijven. Volgens mij is het in principe zo dat zowel voor- als tegenstanders hun verhaal kunnen vertellen tijdens een referendum. Ja. Ook de voorstanders kunnen uitgebreid laten zien waarom ze het zo goed idee vinden om een EU te hebben. De minister. Ja. Nee, terecht punt. Ik kom ook aan de beoordeling nu toe van het wetsvoorstel, het initiatiefwetsvoorstel als zodanig. Want ook daarop valt heel veel af te dingen. Maar het kleurbad en 90% ook van het betoog dat ik zojuist heb gehoord, waarin dit referendum komt te liggen, is toch wel hele fundamentele kritiek, hele bizarre kritiek ook soms wel, echt op de Europese samenwerking. En bizar zeker in deze tijd, in dit tijdsgevricht. Bizar omdat we als klein landje in een hele grote wereld, een hele grote boze buitenwereld ook, natuurlijk nooit op onszelf, als we op onszelf zijn aangewezen, de weerbaarheid zouden kunnen opbrengen die we wel kunnen hebben als we toegewijd en gecommitteerd werken aan Europese samenwerking. En nogmaals, kritiek op de Europese samenwerking is zeker mogelijk. Dit kabinet heeft ook kritiek op voorstellen die vanuit de Europese Commissie komen. Maar dat is niet het punt hier. Het gaat erom, denk je dat je beter af bent als Nederland op je eentje? Of denk je dat je beter af bent in een Europese samenwerking? En het antwoord is natuurlijk dat laatste. We zijn beter af als Nederland in een Europese samenwerking. We hebben Europa nodig voor eigenlijk alle grote vraagstukken waar we voor staan. Of dat nou gaat over klimaat, of dat nou gaat over migratie. We hebben Europa nodig. En het Europees project dat onze voorgangers, waar onze voorgangers toe hebben besloten, is het verdedigen waard. Juist nu, zou ik willen zeggen. En daarom wilde ik daarmee beginnen. Maar inmiddels ben ik aangekomen bij het kabinetsstandpunt over het onderhavige wetsvoorstel van de heer Van Houwelingen voor een nationaal raadplegend referendum over het Nederlandse EU-lidmaatschap. En daartegen heeft het kabinet zwaarwegende bezwaren. En daarom ontraadt het kabinet de Tweede Kamer het wetsvoorstel aan te nemen. Het kabinet onderschrijft het oordeel van de afdeling advisering van de Raad van State dat het voorgestelde referendum niet verenigbaar is met het in Nederland geldende representatieve stelsel. De veronderstelling van het wetsvoorstel is dat het parlement niet zelfstandig tot een oordeelsvorming mag komen als het gaat over soevereiniteitsoverdracht namens en in het belang van het Nederlandse volk. Maar daarmee gaat het voorstel uit van een visie op de vertegenwoordiging door het Nederlandse volk. Van het Nederlandse volk door de Staten-Generaal, die niet overeenkomt met de gangbare interpretatie van dit begrip in het Nederlandse representatieve stelsel. Richtinggevend voor dit representatieve stelsel zijn de artikelen 50 en 67 van onze grondwet. In artikel 50 van onze grondwet staat dat de Staten-Generaal het gehele Nederlandse volk vertegenwoordigen. En hieraan wordt betekenis gegeven dat de leden van het parlement het gehele Nederlandse volk moeten behartigen en op grond hiervan tot besluiten moeten komen, gebaseerd op een eigen oordeel over wat voor de bevolking als geheel noodzakelijk is. En dit artikel hangt nauw samen met artikel 67, het derde lid van de grondwet, dat bepaalt dat leden van de Staten-Generaal zonder last stemmen. En dat brengt tot uitdrukking dat parlementsleden geen instructie kan worden gegeven. Ze hebben een vrij mandaat en zijn daarmee zelfstandig in het bepalen van hun stem. Kortom, het parlement is de primaire actor in de Nederlandse representatieve democratie.
En dat betekent onder andere dat de totstandkoming van essentiële besluitvorming, zoals de vraag over het Nederlandse EU-lidmaatschap, als eerste bij het gekozen parlement ligt. En vanwege dit parlementaire primaat geldt als belangrijke voorwaarde voor het referendum binnen de Nederlandse vertegenwoordigende democratie dat dit primaat gerespecteerd wordt. En dat vereist dat referenda zijn ingebed in het proces van de representatieve democratie en dus aanvullend zijn op en gekoppeld zijn aan het wetgevingsproces. En zo hebben eerdere referenda ook plaats gehad. En zo geldt ook de grondwetswijziging zoals die nu voor ligt en bij voor tweede lezing aanhangig is gemaakt bij de Kamer. Namelijk dat dan eerst het wetgevingsproces is afgerond door het parlement en vervolgens in een correctieve vorm de stem wordt gevraagd van het Nederlandse volk. En dat is een vorm die ook op basis van het advies van de Raad van State passend is bij het Nederlandse representatieve stelsel. Heer Baudet. Dank u wel. Toch even een vraag over dat representatieve stelsel waar de minister het over heeft. Kijk, we hebben het hier natuurlijk over een wat constitutieve kwestie wordt genoemd. Namelijk het weggeven van soevereiniteit. En soevereiniteit is geïmpliceerd in de Nederlandse grondwet, in het Nederlandse representatieve stelsel, waarbij dus inderdaad de Staten-Generaal beslissingen kan nemen over Nederland en via verkiezingen. Maar wat er natuurlijk gebeurt via supranationale organisaties, met name de EU, is dat die kringloop wordt doorbroken. Namelijk, er wordt iets vanuit het parlement overgeheveld naar een andere instantie. En dat is eigenlijk iets dat in strijd is met de geest van de grondwet. Want vanuit de grondwet geredeneerd ligt de soevereiniteit bij het Nederlandse volk. En daarom dat wij ook de vertegenwoordigers van het Nederlandse volk worden genoemd. Het volk is soeverein en wij vertegenwoordigen het volk in een representatief stelsel, waarna het volk na 4 jaar kan stemmen en ons weg kan stemmen, of andere mensen enzovoort in kan stemmen. Maar op het moment dat wij iets weggeven, ja, dan kan daar nooit meer over gestemd worden. En dat is dus eigenlijk in strijd met het hele principe van de representatieve democratie. Het is in strijd met het fundament van de representatieve democratie. Dus ik wil toch de minister vragen om daarop te reflecteren. Eens, wij hebben een representatief stelsel, maar dit is een constitutieve of existentiële kwestie, waarin eigenlijk volgens mij het argument is, de Tweede Kamer treedt buiten zijn boekje op het moment dat hij iets weggeeft wat hij eigenlijk helemaal niet bezit, namelijk soevereiniteit. Dat bezitten wij niet. Ja. Wij zijn vertegenwoordigers van de soevereine macht, namelijk het volk. De minister. Nee. Kijk, zoals ik zojuist betoogde, zijn er 2 grondwetsartikelen die het representatieve stelsel funderen. En dat is artikel 50 en artikel 67. Artikel 50 zegt, je hebt als volksvertegenwoordiging het gehele Nederlandse volk te vertegenwoordigen. En artikel 67 zegt dat de leden van de Staten-Generaal zonder last stemmen, kunnen dus geen instructies ontvangen. Dus ook niet vanuit referenda instructies ontvangen. En dat maakt dat het niet zo is dat over zwaarwegende onderwerpen, zelfs daar waar het zou gaan om via het verdragsrecht bevoegdheden over te dragen aan een Europees samenwerkingsproject, dat een beslissing zou zijn die niet door de Nederlandse volksvertegenwoordiging mag worden gekozen. Het is namelijk zo dat die Nederlandse volksvertegenwoordiging wordt geacht namens het gehele Nederlandse volk en in het belang van het gehele Nederlandse volk te handelen. En dat maakt dat ik uw uitleg niet volg en het ook niet de gangbare uitleg is van hoe ons representatieve stelsel werkt. Het komt het parlement toe ook ingrijpende besluiten te nemen, ook daar waar het zou gaan over de overdracht van bevoegdheden. Heer Baudet. Is dit niet juist een voorbeeld van wat weerbare democratie wordt genoemd? Hè? Dus de democratie kan zichzelf afschaffen. En er zijn dus allerlei mensen die schrijven daar boeken over. Die zeggen van, wacht eens even. Daar zijn grenzen aan. En volgens de letter van het staatsrecht kan dat inderdaad. De Tweede Kamer kan de sharia invoeren. De Tweede Kamer kan technisch gezien Nederland opheffen. De Tweede Kamer kan de rechten van minderheden op een hele heftige en onacceptabele manier schenden. Maar ja, dat noemen wij weerbare democratie. Een democratie moet bepaalde bandbreedtes onderkennen, waarbinnen het democratisch speelveld
bestaat en waarin allerlei meningen, links, rechts, van allerlei meningen kunnen bestaan, maar wel binnen de bandbreedte. En de meest fundamentele, logische, elementaire band daarbij is natuurlijk soevereiniteit. Want als je niet meer soeverein bent, ja, dan kun je überhaupt niks beslissen. Dus het is volgens mij is het een gegeven van evidente logica en gewoon een elementair begrip van wat wij weerbare democratie noemen, dat de soevereiniteit onvervreemdbaar ligt in de Tweede Kamer, totdat het Nederlandse volk heeft gezegd, nou, geef het dan maar aan iemand anders, misschien, hè, bij een referendum. Maar dat de Tweede Kamer niet zomaar de democratie kan afschaffen. Wat gebeurt op het moment dat je de soevereiniteit overhevelt, dat is evident. En heel veel mensen zijn het daar wel degelijk mee eens. Dat is wel degelijk de dominante leer op dit moment onder staatsrechtjuristen. Minister? Nee, voorzitter, nee, echt niet. Overigens, de democratie afschaffen als kwalificatie gebruiken, daar waar het gaat over Europese samenwerking, is natuurlijk een vrij bizarre kwalificatie. We stemmen volgende week voor het Europees Parlement, notabene. We hebben op 22 november gestemd voor de samenstelling van deze Tweede Kamer. Er is nergens sprake van de democratie afschaffen. Er is ook nergens sprake van dat een Tweede Kamer zomaar eventjes een hele fundamentele wijziging zou kunnen aanbrengen in onze democratische rechtsstaat. En waarom niet? Omdat we een constitutionele rechtsstaat zijn met een grondwet. En die grondwet, als je die zou willen wijzigen, het is mogelijk om de grondwet te wijzigen, maar doen we dat in twee lezen. Als we een correctief referendum zouden willen invoeren, is dat notabene in twee lezingen, zodat er altijd een keer in tussentijd de kiezer zich daarover kan uitspreken. En dat is heel bewust. Dus we hebben heel veel schokdempers ingebouwd, nou juist, in de vormgeving van onze democratische rechtsstaat. En dat is maar goed ook. Zijn we daarmee aan een eind? Nee, zeker niet. Ik denk juist dat deze tijd erom vraagt om op een hele fundamentele, hele programmatische manier te werken aan het verder versterken van onze democratische rechtsstaat, het weerbaar maken van onze democratische rechtsstaat. We zijn op BZK op dit moment bezig om daar ook een programmatische aanpak over vorm te geven. En dat gaat over een robuust partijstelsel, daar hebben we de wet politieke partijen voor. Dat gaat over het weerbaar maken van het verkiezingsproces, daar hebben we al heel veel maatregelen op getroffen. Maar dat zullen we nog verder vormgeven. Dat gaat over weerbaar bestuur en dat gaat over een weerbaar publiek debat en het tegengaan van desinformatie. En vier programmalijnen, misschien is het goed als ik u dat nog de komende weken toestuur, ook waar we aan werken. Maar we hebben die democratie, die weerbare democratische rechtsstaat, hebben we te onderhouden met elkaar. Maar laten we nou niet doen en ook niet doen voorkomen alsof hier zomaar eventjes overnight in deze Kamer fundamenten van de rechtsstaat zouden kunnen worden gewijzigd. Dat is niet zo. Daarvoor is die constitutie en daarvoor zijn onze instituties veel te robuust. En dat is maar goed ook. De heer Baudet. Ja, het gaat mij niet over of het wel of niet overnight gebeurt. Waar het om gaat is dat op het moment dat Nederland, dus de Nederlandse democratie, het Nederlandse parlement, niet meer kan beslissen over cruciale vragen. En dat zien we nu bijvoorbeeld in de kabinetsformatie die nu nog gaande is. Maar dat je blijkt dat een heleboel dingen niet mogen vanuit het Europese recht. Vanuit het internationale recht, maar vooral ook vanuit het Europese recht. Met stikstof, immigratie, klimaatbeleid, corona, de euro, internationale samenwerking, situatie in Oekraïne enzovoorts, vrede en veiligheid. Een heleboel dingen worden bepaald door Brussel, Straatsburg, Luxemburg, maar de Europese instituties en niet door de Tweede Kamer. Dus in die zin, voor zover de Tweede Kamer daar niet meer het laatste woord over heeft, is op dat gebied inderdaad de Nederlandse democratie buitenspel gezet. De Nederlandse democratie heeft zichzelf afgeschaft voor zover zij niet meer zelf mag beslissen over al die terreinen. En dat is volgens mij de kern van het principe van de weerbare democratie. En dat er een programma loopt op het ministerie met andere onderwerpen wil ik best geloven. Maar dat neemt niet weg dat het fundament, het uitgangspunt van weerbare democratie is dat de democratie zichzelf in theorie inderdaad kan afschaffen, maar we dat eigenlijk niet zouden willen. En dat soevereiniteit daarbij een mogelijkheidsvoorwaarde is, dat is volgens mij een tautologische claim. Je kunt dat helemaal niet ontkennen. Je kunt alleen een democratie hebben
als en voor zover die democratie ook beslissingen kan nemen. Nou, wat blijkt? Op alle key terreinen kunnen wij helemaal geen beslissingen meer nemen. Dus wij hebben al voor een heel groot deel hier de democratie afgeschaft. En waar dit wetsvoorstel over gaat, is dat die indiener zegt... Ja, wacht eens even, dit is een probleem, u dit moeten niet, we corrigeren. U bent corrigeren. Niet de initiatiefnemer van het wetsvoorstel. Ik ga ja, nu de minister het woord geven. Precies, maar het punt is, dus het hele punt van het ja. wetsvoorstel is... Ja, wij, dat hebben we net anderhalf uur wij aangehoord. Geven, ja, en ik parafraseer dat nog even. Wij geven de huidige orde de kans dat democratisch gat te herstellen. Als we gewoon een referendum hebben en de mensen zeggen, ja, dit willen wij... Dan is dat probleem hersteld. Het probleem is nu. Nee, meneer Baudet, de minister. Ja, ik weet dat dit de minister is. Ja, en die gaat nu een antwoord geven op uw. Daar verheug ik me zeer op, want ik heb nog geen antwoord gehoord tot nu toe. Inbrengen op zichzelf, de minister. Ik ga een antwoord geven op een vraag die ik eigenlijk niet gehoord heb. U heeft een betoog gehouden. En het betoog, heel eerlijk, het betoog kan ik echt op geen enkele manier plaatsen. Kijk, alle overdracht van bevoegdheden. Dus op elk punt waar is gezegd... we zouden hier eigenlijk beter in Europa op samen kunnen werken... dan dat we het ieder voor zich doen. Dat is keer op keer via een democratisch besloten, genomen besluit tot stand gekomen. Keer op keer. En ook als je dat weer zou terugdraaien... kan dat weer op een democratisch besloten manier. Dus het is gewoon echt onjuist om een democratisch genomen besluit... al achteraf gezien als een weggeven van de democratische mogelijkheden te percipiëren. Dat bestaat gewoon niet. Dus voorzitter, ik kan in eerlijk gezegd het betoog op geen enkele manier volgen. En ik denk echt dat we met het voorliggende wetsvoorstel daar ook helemaal niets aan gaan veranderen. Het voorliggende wetsvoorstel kan niet, past niet. In de manier waarop we ons staatsbestel in Nederland hebben ingericht. En verandert helemaal niets aan de observatie die de heer Baudet doet. Meneer Baudet, afrondend. Een korte vraag. Ja. Ja, en wat de minister zegt, dat kan toch. Ja, wat de minister zegt, wij kunnen wat wij op een democratische manier hebben overgedragen, kunnen wij ook op een democratische manier weer terugbrengen. Maar dat kan toch juist niet. Dat is juist het hele punt. Dus als wij ons eigen immigratiebeleid willen voeren binnen de EU... dan kan dat niet zonder dat al die andere lidstaten daarmee akkoord gaan. Als wij iets willen veranderen aan stikstofbeleid, klimaatbeleid, noem het allemaal op... dan kan dat juist niet, tenzij de hele EU verandert. Dus precies het punt dat ik maak wordt bevestigd door wat de minister zegt... maar dan foutief. Als het waar zou zijn dat het Nederlands parlement nu kon besluiten... ja, al die bevoegdheden die we hebben overgedragen willen we nu weer terug hebben... dan had de minister gelijk. Hè? Dan was er geen soevereiniteit overgedragen. Dan hadden we het geparkeerd ergens. Dan kunnen we zeggen, jongens, valet parking, kom maar weer terug met die bevoegdheid. Maar dat is het dus juist niet. We hebben het overgedragen aan de EU en de EU beslist er nu over. Nederland is nog maar één stemmetje te midden van het hele EU-systeem. Ja. En wij kunnen niet meer zelf zeggen... Dit willen we zelf doen, dit willen we zelf. Keer gezegd. Sterker nog, het kabinet heeft opgenomen in het coalitieakkoord... we gaan proberen een opt-out te krijgen. Proberen. Gaat ook helemaal niet lukken, maar dat geeft al aan. Proberen. Het is niet meer een soevereine bevoegdheid van Nederland... en dus is het niet meer een democratische bevoegdheid van ons als parlement. En dus is de Nederlandse bevolking hierin ontheemd. Politiek en democratisch ontheemd. De minister... Volgens mij de kern van het betoog van de heer Baudet is... als je bevoegdheden overdraagt aan een ander... is dat daarmee dus ondemocratisch. Dat is gewoon niet waar. Er zijn democratisch genomen besluiten... waardoor we samenwerken met andere landen... waardoor we verdragen sluiten met andere landen. Daar maak je afspraken en daar ben je trouw aan. Dat is op een democratische manier tot stand gekomen. En vervolgens leggen partijen daarover verantwoording af aan kiezers. En kiezers maken vervolgens opnieuw hun mind op en stemmen. Hebben dat 22 november gedaan. Gaan dat volgende week donderdag weer doen. En waarschijnlijk nog heel vaak daarna. En dat maakt dat uiteindelijk de kiezer aan zet is. De kiezer aan zet is. Maar in de tussentijd kennen we een representatief stelsel. Dat representatief stelsel kent zijn basis in de grondwet. En daarom is het voorstel dat u doet... En nog los van uw observatie die echt gewoon onjuist is, hè, namelijk dat als je een besluit neemt tot samenwerken met een ander, dat ondemocratisch zou zijn, is dit voorstel eigenlijk gewoon onmogelijk om uit te voeren in de constitutionele praktijk zoals we die kennen.
En misschien moet ik dan ook maar eventjes het betoog afmaken, voorzitter. Graag.